Mijn leven is een harde leerschool geweest. Knokpartijen met jeugdbendes uit de buurt. Regelmatig een pak slaag van mijn oude heer. Ook mijn werk was zwaar en nergens hield ik het lang vol. Het zal je dan ook niet verbazen als ik je vertel waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen. In de gevangenis. Ik heb door schade en schande geleerd. Of het nu de klap van de crash was, toen ik op een gestolen motor op de vlucht was voor de politie en mezelf bijna te pletter reed. Of de pijn aan mijn polsen van te strak aangeklikte handboeien. Of de optaters van een aantal jaren in de bak. Natuurlijk was het zwaar. Maar weet je, als je gehard en stoer bent, dan overleef je het wel. Hoe dan ook, wat ik heb meegemaakt stelt niks voor in vergelijking met wat mijn celmaat Arnold is overkomen. Samen met Arnold zat ik met nog twee kerels in een hele krappe cel met twee stapelbedden. We hoorden en zagen alles van elkaar. Ik vond het niet moeilijk om mijn draai te vinden in de gevangenis. Het leven is er vrij simpel. De maniertjes en de omgang zijn vergelijkbaar met die van de straat. En de types die je er tegenkomt zijn het soort gasten die je er verwacht. De dagen zijn nagenoeg hetzelfde. En je hebt zoveel vrije tijd dat je na een tijdje iedereen wel kent. De meeste van mijn medegevangenen waren zware jongens. Maar Arnold was niet zo. Hij had iets... Hoe zal ik het zeggen? Hij was anders. Charmant, zachtaardig. Iemand die geen vlieg kwaad deed. Hij was slim en studeerde veel. Ook in de gevangenis. Je kon aan alles merken dat hij uit een goed gezin kwam met veel geld. Al leek daar nu niets meer van over. De meeste jongens spraken met veel bravoer over de reden waarom ze vastzaten. Ik ook. Ik had een motor gestolen, was achtervolgd door de politie en had me verzet tegen mijn arrestatie. Ik vond het belangrijk om gezien te worden als iemand met ballen. Maar Arnold liet geen woord los over wat hij had gedaan. Hij deed nooit mee aan stoere verhalen. Dus op een dag vroeg ik het hem op de man af. Hey, Arnold, waarom ben je hier? Zei ik. Heb je een oud vrouwtje van haar handtas beroofd? Vroeg ik cynisch. Wil je het echt weten? Vroeg Arnold terughoudend. Ik praat er namelijk liever niet over. Mijn verloofde, begon Arnold. Alles was perfect. Ik vroeg haar ten huwelijk, ze zei ja en we gingen samenwonen. Alles was perfect. Mijn ouders waren rijk, dus zelfs als ik niet veel zou verdienen, wist ik dat er een flinke erfenis op me wachtte. Maar op een gegeven moment begon ze zich van me te distancieren. Het begon met kleine dingetjes als laat uitgaan met vriendinnen en expres haar telefoon vergeten. Het leek of ze niet langer geïnteresseerd was in wat ik deed. En op het laatst praatte ze helemaal niet meer tegen me. Niet dat ze respectloos of haatdragend was. Met vrienden erbij deed ze altijd heel vrolijk. Maar van mij hield ze niet meer. Ik kreeg argwaan. En op de dag, toen ze zei dat ze uitging met vrienden, vroeg ik een goede vriend van mij om haar te volgen. Een paar uur later kwam hij terug met het verpletterende bericht dat ze naar een huis was gereden en de man die opendeed om zijn nek was gevlogen en hartstochtelijk had gezoend. Ik was zo overstuur dat ik iets wilde doen. Ik moest iets doen. Mijn vriend gaf me het adres, pakte mijn vuurwapen en reed daar naartoe. Ik wilde niemand kwaad doen. Mijn plan was om ze te laten schrikken. Om mijn vriendin mee naar huis te nemen en die vent te laten weten dat hij uit haar buurt moest blijven. Dat was alles wat ik wilde. De voordeur was open. Links en rechts zag ik hun kleren op de trap liggen. Toen knapte er iets in me. Alles waar we samen in hadden geloofd, spatte voor mijn ogen uit elkaar. Mijn wereld stortte in. Ik werd overmand door emoties en wist niet meer wat ik deed. Maar ik deed het. Ik zag ze samen in bed. Er volgden twee luide knallen. En toen was het voorbij. Het duurde niet langer dan 3 seconden. IJzig kalm liep ik terug naar mijn auto en stopte bij een parkeerplaats. Ik wilde er een eind aan maken, maar had het lef niet. Ik pakte mijn telefoon, belde de politie en vertelde ze het hele verhaal. Ze namen me mee en nu zit ik hier.
De meeste jongens scheppen op over wat ze hebben gedaan en ze vinden allemaal dat ze onschuldig zijn. En als ze al ergens spijt van hebben, dan is het met name over het feit dat ze gepakt zijn. Arnold zat vast omdat hij in een vlaag van verstandsverbijstering iets had gedaan waar hij de rest van zijn leven voor moest boeten. 3 seconden hadden zijn levenslot bepaald. 3 seconden zouden zijn geweten nooit meer met rust laten. Maar Arnold berustte in zijn lot. Hij accepteerde dat zijn straf voor een fout van 3 seconden veel minder erg was dan het leed dat hij had aangedaan.